Lieve gemeente. In Italië is het feest van drie koningen een soort Sinterklaasfeest. Op 6 januari zetten de kinderen bij de schoorsteen een bordje eten met een glas wijn. Dat is dan toch wel weer iets anders dan een wortel voor het paard. Maar toch, want ze hopen er cadeautjes voor terug te krijgen. Sommigen krijgen die ook, maar de stoute kinderen krijgen een zakje kolen of as. Pakjesavond op zijn Italiaans. Dat ritueel gaat terug op het oude verhaal van de heks La Befana. En dat verhaal vertelt hoe deze boze heks de drie wijzen op hun reis uit het oosten op weg naar het kind, hoe die heks die drie wijzen niet wilde ontvangen. En voor straf zou de heks voortaan bij alle kinderen een pakje moeten brengen. Net zolang tot zij het kind Jezus gevonden heeft. En u begrijpt wel dat La Befana, de heks, het kind nog niet gevonden heeft, want nog steeds krijgen de kinderen in Italië op 6 januari cadeautjes. Gelukkig voor de kinderen, jammer voor de heks, want zij zwerft nog altijd rusteloos rond op zoek naar het kindeke. En je vraagt je af, wat zou zij het kind te bieden hebben? Maar daarover zwijgt de legende. Matthäus zwijgt daarover niet in zijn verhaal over de wijzen, de magiërs. Want zij hebben het kind immers wel gevonden. En ze hebben geschenken meegenomen. Een drietal. En dat het drie geschenken zijn, dat is waarschijnlijk ook de reden dat wij het altijd houden op drie wijzen. Hoewel Matthäus over hun aantal niet zegt. Maar hij vertelt wel wat ze meenemen. Goud, wierook en mirre. In allerlei tradities nagedacht over het waarom van juist deze geschenken. Er is een oude traditie uit Perzië die zegt, goud is om de armoede te verdrijven, wierook tegen de stalgeur en mirre om ontbinding tegen te gaan. Een andere traditie uit Syrië vertelt, goud voor een koning, wierook voor de priester en mirre voor een arts. Matthäus vertelt daarover niets. Maar als hij zijn verhaal over de wijze, de magiërs, schrijft, dan ligt zijn Bijbel opengeslagen bij een profetie van Jesaja. Want daar schrijft de profeet over het nieuwe Jeruzalem. Volken zullen opgaan naar uw licht, koningen naar uw stralende opgang. Ze komen tot u met een menigte van kamelen. Goud en wierook zullen ze meebrengen en de roemrijke daden van de Heer verkondigen. Aan die profetie hoort u gelijk waar onze voorstellingen van koningen op kamelen vandaan komt. Maar misschien valt het u ook op dat er één ding mist bij Jesaja. Hij zwijgt over de mirre. Met mirre, een kruid, wordt de gestorvene gebalsemd. Matthäus voegt dat aan de geschenken van de wijze eigenhandig toe. En daarmee grijpt hij vooruit naar wat komen gaat. Want over de geboorte van dit kind, zijn stralende opgang, hangt immers al de schaduw van zijn ondergang. Van de dreiging dat er voor het licht in de duisternis niet altijd plaats is. Maar goed, wat de heks La Befana niet heeft, hebben de wijzen wel. Zij hebben iets te bieden aan het kind. En misschien is dat ook een vraag die wij zo aan de rand van het kerstfeest en aan het begin van het nieuwjaar aan onszelf kunnen stellen. Nu ons met kerstmis dit kind is aangeboden, dit licht, wat hebben wij dan eigenlijk te bieden? Zouden wij het kunnen begroeten met de wereld van begin 2022 onder onze armen en met enig trots kunnen zeggen, kijk, dit is
wat wij te bieden hebben. Dit is wat wij ervan gemaakt hebben. Ik weet niet of trots het overheersende gevoel is. We hebben van deze wereld van alles gemaakt. Nu en dan iets moois, maar hier en daar ook een potje. En ik zie ook dat er juist het afgelopen jaar ook heel veel verloren is gegaan. Ook aan verlangen en vertrouwen. Er zijn jonge mensen die somberen over het gevoel dat alles al zo lang op de pauzeknop staat. En dat ze moeten stilstaan terwijl ze willen leven. Terwijl ze op weg willen gaan als de wijze, geleid door het licht van een onbekende, maar toch veelbelovende toekomst. En er is tweespalt tussen mensen die zo moeilijk overbrugbaar lijkt te zijn. Een tweespalt als die tussen de magiërs en koning Herodes. Soms voelen wij ons als ships passing in the night. De ander is een totale vreemdeling geworden. Zo anders dat hij geen eens meer een vraag is aan mij. En soms denk ik dat we ons niet alleen op verschillende schepen bevinden, maar dat de dieperliggende vraag is: varen wij eigenlijk nog wel dezelfde oceaan? En de gelouterde wereld van na corona, die we ooit onderhand bereikt dachten te hebben, die laat nog steeds op zich wachten. We zijn iets kwijt, maar hebben er nog niets voor terug. En de maatschappelijke rouw, met alle rouwfasen die daarbij horen, lijkt allemaal aanwezig. Ontkenning, boosheid, marchanderen met de waarheid, depressie. En, als lichtpunt, af en toe ook iets van aanvaarding dat we er nog niet zijn. En dat we voor een werkelijk nieuwe wereld ook zelf in het geding zijn. En de vraag dus is, wat hebben wij aan dit kind te bieden? Is er iets kostbaars te geven? Want de kostbaarheid van een geschenk, die weerspiegelt vaak iets van de betekenis die de ontvanger voor de gever heeft. Ook wij zelf geven de mooiste cadeaus aan wie ons het meest dierbaar zijn. En blijkbaar heeft het kind voor de magiërs veel waarde als ze aankomen met hun goud, wierook en mirre. En daarmee staan ze in een schril contrast met die andere groep in het verhaal, de priesters en de schriftgeleerden. Want als de wijzen in Jeruzalem komen en vragen naar de plaats waar het kind geboren is, behandelen zij die vraag louter als een theoretische kwestie. En ze duiken in hun kennis van de Bijbelse geschriften en daar vinden ze een zinnetje over Bethlehem. En dat is het dan. Wat zij zeggen klopt wel, maar het leeft niet. En geen van hen maakt aanstalt om naar het kind te gaan. En niemand stelt zich de vraag daar in Jeruzalem: wat heb ik dit kind te bieden? Wat is het dat hem met mij verbindt? En zo staan de wijzen met hun geschenken niet lang na het gesprek weer buiten de poorten van de stad. De priesters en de schriftgeleerden, zij weten waar ze heen moeten, maar ze gaan niet. En de wijzen, die wisten niet waar ze heen moesten, maar ze gingen wel. En misschien is dat ook wel het verschil tussen een vertrouwensvolle levenshouding en een die leeft van de argwaan. Tussen leven van verlangen en jezelf murfgeslagen voelen. Dat verschil is niet dat wie vertrouwt en verlangt het antwoord op alles weet. En dat wie leeft van de argwaan, dat die het niet weet of nog niet wil weten. Het verschil tussen die twee is dat de een in beweging komt en de ander blijft zitten waar die zit. Abraham, Mozes,
Jozua, de profeten, allemaal gingen ze op weg. En ze wisten eigenlijk ook niet waarheen. Maar ze gingen in het besef, zo u wilt, geroepen dat ze moesten gaan in goed vertrouwen. Precies dat is de kritiek die Matthäus in zijn kerstevangelie inbouwt. Dat degenen die beter moesten weten, niet gaan. Maar dat een sterretje sterrenwichelaars, heidenen, dat wil zeggen niet-Joden, zij die er volgens de officiële leer volstrekt niet toe doen, dat die de eerste zijn die in beweging komen. En natuurlijk, ook de wijzen hadden kunnen thuisblijven als ze de ster zien. Onverschillig geworden door de sterke gewoontes van het leven, murf door de tijd waarin zoveel van waarde wegvalt en niet meer gewend om uit te zien, om te wachten en te verwachten. En toch, ergens in hen en misschien toch ook wel in ons, huist een diep verlangen naar wat groter is dan wij zelf zijn. Een diep vertrouwen dat er een werkelijkheid is die niet alleen maar de projectie is van onze wensen, maar een vreemd licht dat ons aanspreekt. En dat verlangen, dat vertrouwen, dat brengt de wijze in beweging. En zo gaan ze op zoek naar wat dit licht hun te zeggen heeft. En eenmaal aangekomen bij het huis en bij het kind, geven ze hun geschenk. Tenminste, dat denken. Maar Matthäus zet er nog één stap tussen voordat ze hun geschenken geven. Eerst vallen de magiërs op hun knieën, zegt hij, om het kind eer te bewijzen. Oftewel, voordat de kistjes met geschenken opengaan, bieden de magiërs zichzelf aan. Hun leven, waarin verlangen en vertrouwen hen in beweging heeft gebracht om op zoek te gaan naar dit kind. En dat is misschien wel de kern van de vraag: wat heb ik dit kind te bieden? Dat is, kan ik ook, net als de wijze, als het kind zelf, leven van vertrouwen en verlangen? Kan ik al die dingen waarover ik mij druk maak en die in het licht van wat er echt toe doet zo klein zijn, kan ik die relativeren? Kan ik loskomen van wat Bas Heijnen noemt die ziekelijke neiging om de hele wereld om mij heen te zien als illustratie en achtergrond van mijn eigen ik? En durf ik mijzelf eerst af te vragen, waar gaat het ook alweer om bij dit kind dat in al zijn kwetsbaarheid het licht van deze wereld is? De gisteren begraven Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu zei eens: wij worden niet bemind omdat we goed zijn. Wij zijn goed omdat we bemind worden. Ook die wijzen beginnen niet bij alles waar zij goed in zijn. Niet bij wat ze kunnen en wat ze hebben. Zij beginnen bij het kind en bieden zichzelf aan. Als mensen die willen leven met verlangen en vertrouwen. Als tenslotte de heks La Befana, de heks van drie koningen, dat ook had gedaan, dan had ze vast onderdak verleend aan die drie vreemde magiërs die onderweg waren naar, ja, dat wisten ze eigenlijk toen ook nog niet. En misschien was ze dan wel meegegaan om geleid door het licht uiteindelijk toch uit te komen bij het kind, om het hulde te bieden en zichzelf aan te bieden. Voor de Italiaanse kinderen was dat natuurlijk jammer geweest, want dan kregen ze geen cadeautjes op 6 januari. Of
toch wel. Maar dan geen cadeautjes met een strik erom, maar een mens die zijn bestemming vindt bij het kind van Bethlehem. En dat is natuurlijk ook een cadeautje waar je blij van kunt worden. En het is precies die blijdschap die je terughoort in het vijfde deel van Bachs Weihnachtsoratorium over de wijzen uit het oosten. De bezetting is klein, maar de vreugde is groot. En de hele cantate ademt de geest van de blijdschap om het licht van Kerstmis. Dat wijzen en heidenen, heksen en kinderen, grote en mensen, kleine mensen ontvangen wil. En ook ons. En het vraagt aan ons om onszelf te geven. Om te durven leven van verlangen en vertrouwen. Ook in dit nieuwe jaar. Amen.